Gavin Daniel Matthias Ooft is gisteravond gepromoveerd op het onderwerp modelleren en voorspellen van inflatie in Suriname. Hij verdedigde zijn proefschrift met succes tijdens een publieke zitting in de Centrumkerk, de officiële aula van de Anto de Kom Universiteit van Suriname. De centrale vraag van Ooft's promotieonderzoek was: welke factoren veroorzaken inflatie in Suriname en hoe kunnen we de inflatie voorspellen? Het onderzoek wijst uit dat factoren zoals overheidstekorten en de geldhoeveelheid de inflatie in Suriname ook significant beïnvloeden. Verder blijkt dat productie en internationale handel de inflatiedruk in Suriname kunnen verminderen. Ook werd de invloed van grondstofprijzen op de inflatie gemeten aan de hand van de grondstofprijsindex van de Wereldbank. Aan de hand van de resultaten kunnen we concluderen dat wisselkoersstabiliteit, fiscale discipline en een veroorloofde groei van de geldhoeveelheid zeer belangrijk zijn om de inflatie in Suriname in toom te houden. Verder kunnen de productie, dus verhoging van de productie, bijvoorbeeld middels het verhogen van de productiviteit, middels innovatie en de exporten, die kunnen ook bijdragen aan het verzachten van de inflatiedruk. Ooft voerde verder aan dat diversificatie van de exporten ertoe kan bijdragen dat de wisselkoers een lager effect heeft op de inflatie in Suriname. Als voorbeeld haalde hij het toenemen van concurrentie aan. Ook zegt de promovendus dat beleidsmakers de inflatieverwachtingen dienen te verankeren door het vertrouwen in het beleid te vergroten. Dit kan onder andere volgens de literatuur door consistent beleid te voeren. En verder ook door het communiceren van fiscale en monetaire doelstellingen naar het publiek toe. En uiteraard zoveel als mogelijk verantwoording daarover afleggen. Ten slotte, voor betreffend technische, beveel ik ook aan de voorspellingstechnieken uit te bouwen en te kijken naar nieuwere methodes. Het onderzoek van de promovendus vond plaats onder begeleiding van professor Philip Hans Frances van de Erasmus Universiteit Rotterdam en professor Shanti Venetiaan van de Adecus. Enkele van de hoofdstukken van het proefschrift van Ooft zijn eerder ook gepubliceerd als artikelen in internationale wetenschappelijke vakbladen.